Op de 8e editie van de Vlootschouw in Nieuwekerk was er traditiegetrouw weer veel aandacht voor muziek. Zanticoor de Moordzangers uit Moordrecht zong onder meer deze Ierse klassieker. Maar het draaide natuurlijk allemaal hierom. Het mooiste bootje werd uiteindelijk gekozen door een echte burgemeestersjury en die bestond uit burgemeester Gert-Jan Kats, de kinderburgemeester van het vorige schooljaar en de nieuwe kinderburgemeester voor het nieuwe schooljaar. De roze candyboot won de eerste prijs en ook voor een aantal andere boten waren er verschillende prijzen. Na de prijsuitreiking was het nog lang feest langs de Nieuwekerkse ringvaart. En ook het weer werkte daar dit jaar perfect aan mee. Stichting Evenement had een uitgebreid programma in elkaar gezet met veel optredens. De streetdance groep Explosion gaf verspreid over de dag 2 optredens. Voor de bezoekers op de oevers van de ringvaart was van alles geregeld.